U gaat de komende maanden campagne moeten voeren. Gaat u nog tijd hebben om die fraudebestrijding op te volgen? Ik ga het sowieso blijven volgen. En, uh, het, het werk in de oppositie en in het parlement komt eerst. Want we hebben een redelijk lange campagne voor de boeg uh, rond de voorzittersverkiezing. Maar het, uh, het werk in de parlementen gaat doorgaan omdat het ook heel erg nodig is. Elke sleurs, de nieuwe staatssecretaris, zegt dat ze de grote fraude efficiënt gaat aanpakken. Dan denk ik, ze bedoelt eigenlijk, mijn voorganger heeft het niet efficiënt aangepakt. Ja, maar ik denk dat de diamantclub rond Bart de Wever uh, moet ophouden met mensen iets wijs te maken. Er is nu door de staatssecretaris die bevoegd is voor fraudebestrijding gezegd dat de diamantsector al meer dan genoeg gecontroleerd wordt. En als je kijkt naar die Swissleaks, die Zwitserse bankrekeningen, dan blijkt de grootste hoop diamantairs te zijn. Ik heb in de periode dat ik staatssecretaris was, uh, één dossier, één bedrijf, heeft 160 miljoen euro moeten nabetalen. Dat is meer dan drie keer de besparingen op het hoger onderwijs. Dat is in het verlengde van wat Bart De Wever en Nadine Jan-Jan Bon ook in het parlement geprobeerd hebben. Een wet om te zorgen dat de rechters geen onderzoeken meer konden doen in de Diamantwijk. Dus men moet dus ophouden door altijd maar aan de mensen te zeggen die hogere facturen en die indexsprong, wij kunnen niet anders als men ondertussen blijft zeggen van kijk, we gaan zaken zoals in de Diamant ongemoeid laten. U zegt de Diamantsector in Antwerpen krijgt speciale bescherming van N-VA. Ik lees wat ik lees. Dus zelfs de staatssecretaris fraudebestrijding die, die zegt ook dit weekend van de diamantsector wordt al meer dan genoeg gecontroleerd. Maar ondertussen stel je vast dat, dat alleen die sector dat daar al miljarden uh, in die Zwitserse bankrekeningen staat... Die onderzoeken die wij hebben gedaan, en wij, dat is ikzelf als staatssecretaris met de bijzondere belastinginspectie, die hebben al meer dan 400 miljoen euro vastgesteld. En daar is nog, het gaat niet ophouden bij die ene bank in Zwitserland, er gaat nog komen, dat men daar prioriteit aan geeft en ook zo vermijdt dat men niet moet besparen in het onderwijs en die indexprong moet doen. Ja, maar als elke sleur zegt we gaan verjaringstermijnen verlengen, geen genaderecht meer voor fiscale uh, boetes en dergelijke, daar kan u toch niet tegen zijn. Nee, ook wat ze ook zegt in de krant dit weekend is, het is eigenlijk het vervolg van uh, het beleid van mijn voorganger, Zij ze in de krant. Dus ik vind dat oké. Okay, maar het punt blijft: fraudebestrijding, en zeker die grote fraude doe je alleen maar als je. Elke dag die onderzoeken doet, dat opvolgt. We hebben gevraagd: maak een commissie in het parlement om dat mee te kunnen opvolgen. Ze weigeren dat. Ik weet niet waarom. En uh, daarbij komt dat wat ik ook uh, al aan de, regering, de nieuwe regering had gezegd: ik heb in een nota bezorgd. Stop die afkoopwet voor die grote fraudedossiers, die ernstige fraudedossiers die moeten voor de rechtbank. Dat zijn de dingen die ze zouden moeten doen.